filmpje gaan we het hebben over de zogenaamde harmonische trilling. Maar wat is nou eigenlijk een trilling? Nou, hier zien we een voorbeeld. Het is de beweging van een voorwerp om een bepaalde evenwichtstand. De evenwichtstand is hier deze stippenlijn. We zien een blokje dat horizontaal beweegt aan een veer over een wrijvingsloos oppervlak. Nou, bij dit lijntje is de uitwerking U0, hier is de uitwerking positief en hier negatief. Nou, voor die veerkracht die hier werkt geldt de volgende formule. F-veer is min C-veer keer U, waarbij dit de veerconstante is en dit is de uitwijking. Nou, als de uitwijking positief is, dat kunnen we hier zien, dan is de veerkracht negatief. En dat is hier in de formule opgenomen. Als dit positief is plus het minnetje, dan vinden we een negatieve kracht. Andersom geldt ook dat als de uitwijking negatief is, dan is de veerkracht positief. Vullen we hier een negatief getal in plus het minnetje, dan vinden we een positieve veerkracht. Dus met deze formule houden we goed rekening met de richting van de kracht. Nou, als deze formule geldt, dat is een voorbeeld van een zogenaamde harmonische trilling. Nou, in het algemeen geldt voor de harmonische trilling, F' is min C keer U. Als deze kracht geldt tijdens de beweging, dan weet je zeker dat het een harmonische trilling is. Nou, dit is maar één voorbeeld, een blokje aan een veer. Een ander voorbeeld wat we later zullen zien is bijvoorbeeld een slinger. Dat is een blokje wat heen en weer slingert aan een touwtje. Nou, dit is de zogenaamde uitwerking tijddiagram van een harmonische trilling. We zien hier de uitwerking is negatief, dan positief, dan weer negatief enzovoorts. En we zien dat er duidelijk een sinuspatroon ontstaat. Nou, van deze grafiek kunnen we een formule maken, die ziet er als volgt uit. U is A, de amplitude, keer de sinus van 2pi t min t0 gedeeld door de trillingstijd t. Nou, wat zijn al deze letters? De amplitude, dat is de maximale uitwijking, dat is de afstand van hier tot daar. T0, dat is het begin van de sinus, de tijd waarin de sinus begint. Nou, waar begint de sinus? Wanneer die het eerst positief wordt. Dat is op dit punt. En deze grote t, dat is de trillingstijd. En de trillingstijd, dat is de tijd dat het duurt voordat een beweging zich herhaalt. We zien bijvoorbeeld hier dat de uitwijking voor het eerst positief wordt. En dat gebeurt hier nog een keer voor het eerst. Dus deze afstand hier, dat is de trillingstijd. Zou dat ook zo kunnen doen? Hier is de uitwijking maximaal en positief. Dat gebeurt weer pas voor het eerst hier. Oftewel, we zouden ook de trillingstijd van hier tot hier kunnen meten. Zorg dat je rekenmachine op radialen staat als je deze formule wilt invullen. Nou, voor de trillingstijd geldt bij een harmonische trilling ook deze formule. 2pi keer de wortel van m gedeeld door c, waar c weer die constante is die hoort bij de harmonische trilling. Nou, deze formules gelden alleen voor een harmonische trilling. We kunnen ook naar de energie kijken in het systeem. Aan de uiteinde van die trilling staat het voorwerp even stil. We hebben dan geen kinetische energie, alleen veerenergie. Dus de totale energie is dan gelijk aan de veerenergie half cu². kwadraat. En aan de uiteindes is de uitwerking maximaal, dus in plaats van de u kunnen we dan ook de a schrijven. Nou, in de evenwichtstand hebben we geen veerenergie, maar wel kinetische energie, half mv². kwadraat. En de snelheid is daar maximaal, vandaar hier vmax. Nou, in alle tussenposities hebben we een beetje kinetische energie en een beetje veerenergie. Nou, de totale energie aan de uiteindes en de evenwichtstand is hier gegeven, maar de totale energie is behouden. En dat betekent dat we deze twee formules aan elkaar gelijk kunnen stellen. En dat is hier gedaan. De halfjes hier die zijn tegen elkaar weggedeeld. Nou, deze kunnen we omschrijven tot a gedeeld door v is de wortel van m gedeeld door c. Nou, waarom schrijf ik dit nou zo op? Omdat we dit herkennen uit deze formule. De wortel van m gedeeld door c zit hier ook in. Als ik dat hierin substitueer, vind ik deze formule, a gedeeld door v is t gedeeld door 2pi. En dit kunnen we omschrijven in de formule die we in het hoofdstuk hebben gezien. Vmax is gelijk aan 2pi a gedeeld door t. En deze formule geldt ook alleen bij de harmonische trilling. Succes met leren!